In 2015 was er een tekenexpositie van Leon Spila. De vergaderkamer op Phoenix was elke donderdag van de maand cliëntenbijeenkomst. Een regenboog. Ik geloof dat ik die gestolen heb van een achtergrond van een gospelzong. Er zijn bewegingsactiviteiten in pro persoon, maar daar doe ik weinig aan mee. Mijn moeder had bij een prijsvraag bij bonnetjes inleveren en een gokkerijtje daar aan de hand een fiets gewonnen. Bij Bongers Verhuizen staan nog steeds mijn spullen in de opslag, waarvoor ik ruim 35 euro per maand betaal. Goedemorgen, Dacia. Mooi kerkje, hè? Ga je ook naar de kerk? Ik ga niet. Ik vind de kerk niet zo leuk. Leven opbouwen buiten de kliniek. Koos gelooft heilig in herstel. In je leven opnieuw waarde geven. En leren op een goede manier met je ziekte om te gaan. Heb ik koffie? Ik heb helemaal geen koffie. Of zo men anders zou verwachten. Ik heb al genoeg op, dankjewel. De molen uit de molenboek gereserveerd. De molen en de molenaar komen gezellig samen klaar. En dit is het zwembad van pro personen naar een foto van een foto gemaakt. Waarom is het niet open? Niks is open, het is zondag, ja. Snelboos, geen controle, contact met mensen helemaal vermijden. Hard schreeuwen, geduldig, maar niet altijd. Dit zijn vechtende ratten. Ratten die een vreemde groep binnenkomen, vechten door tot de dood. En een koektrommeltje dat ik met kerst 2015